Maar normaal gezien zal dat wel het geval zijn en voor de rest heeft het niet veel geheimen meer voor mij, dus het komt wel goed. En nu is het zelfs regen? Ja, maar als het straks pas begint te regenen, dan zal dat niet meer zoveel veranderen aan het parcours, dus daar maak ik mij geen zorgen om. Ik heb banden en een spatbordje die dat kunnen opvangen, dus dat zal wel goed komen. Pushing the clock and counting down the days. I would have thought the answers would be clear. How long do I have to wait before I can even find my place? So I'm running out of time. Feels like we're going around. Een minuut, Chris. Je hebt nu al een minuut. Merci. En effet, Chris Collins qui a fait une course exceptionnelle en tête du début à la fin. Il a représenté les couleurs de la Belgique comme il se doit. Encore un tonnerre d'applaudissements pour cet artiste exceptionnel. Allez, le but, on l'applaudit, Chris Collins, Fenker, le Red Star Belge. Oké, okay. Chris Proficiat, het is binnen, maar het was moeilijk. Ja, het was zeker moeilijk. Het was wel in mijn voordeel, met dat het een duathlon werd natuurlijk. Dus het was een beetje zoeken hoe hard hij moest gaan in het eerste lopen. We doken meteen, dus een klein rondje, dan doken we de struiken in. Dus zorgen dat ik goed van voor zat. En dan op de fiets was het moeilijk om Sam Osborne eraf te krijgen. Maar ik wist dat hij goed liep, dus hij moest blijven duwen. En na een keer of drie heeft hij het al moeten lossen. En ik was heel blij dat ik wat voorsprong had om aan de tweede loop te beginnen. Nergens gepanikeerd? Misschien een klein beetje op de fiets. Ik ben een klein beetje te rap vertrokken. Maar dan terug wat mijn ritme zocht en als ik dan op het einde zag dat ik hem toch kon lossen, dan was ik tevreden en zou ik het goed zetten voor dat tweede lopen. Ik weet dat je dit als streefdoel had aangestreept. Is nu je seizoen gelukt?
Wel, ik zou graag nog hier en daar een mooie prestatie neerzetten natuurlijk. Maar dat was wel het hoogtepunt. Ja, de eerste keer in Xterra in België. Het is mijn derde overwinning, dus dat is prachtig. Ik ben er zeer tevreden mee. En waar heb je even getwijfeld? Wel, ik wist dat we zware tegenstand zouden krijgen. Dus ik ging ervan uit dat ik zelf ging goed zijn, want ik heb hard gewerkt hiervoor. Maar ik wist dat het niet gemakkelijk zou zijn. Maar ja, ik heb een beetje mijn eigen wedstrijd proberen te rijden en dat is goed uitgedraaid. Tot slot, wat staat er nu op programma? Over 2 weken Xterra Zwitserland en dat is bovendien het Europees kampioenschap. En de week daarop Xterra Frankrijk en dan neem ik een klein beetje rust. Proficiat en bedankt. Et voici Alexandre Monte, complètement crevé.